Hey allemaal, druk, druk, druk. We hebben het allemaal veel te druk. En wat schiet er dan over het sporten? We moeten de kinderen naar school brengen, we moeten zien dat er eten op tafel staat, we moeten werken. En daarom heb ik speciaal voor jullie, mensen met tijdsgebrek, 5 oefeningen. De eerste oefening is de squat-oefening, voor de meesten waarschijnlijk niet onbekend. We gaan door de knieën zakken, we gebruiken de armen als tegengewicht. Waar gaan we op letten is dat de knieën niet voorbij de tenen komen en dat je hier zakt tot een hoek van 90 graden. Dan kom je terug naar boven. Oefening 2 is een uitvalspas met rotatie. Dus je gaat één been naar voren laten uitvallen en dan ga je nog tegendraaien. Ga je goed voelen in de voorkant van de bovenbenen, de bil en de schuine buikspieren. Kom je terug en herhaal je de andere kant. De derde oefening is voor de voorste keten. Dat wil zeggen dat we de dijspieren, de buikspieren en een deeltje van de schouders gaan gebruiken. We brengen ons in deze houding. Dat is de gemakkelijkste uitvoering. Wil je iets zwaarder gaan, dan breng je jezelf in de pomphouding, komen de knieën los. En voor zij die helemaal los willen gaan, die brengen de knieën naar de ellebogen. Zorg ervoor dat je romp mooi recht blijft, dat er geen hoek komt in de heupen, dat je mooi vanuit deze houding kunt uitvoeren. Voor de vierde oefening gaan we de achterste keten aanspreken. Dat wil zeggen dat we de hamstring, bilspieren en de rug meer gaan benadrukken. Dus plaatsen de handen achter ons. We heffen het bekken. En voor degene dat het net iets meer mag zijn, die mogen de knieën nog gaan inzetten. En je probeert constant het bekken goed hoog te houden. Voor de vijfde oefening gaan we iets meer de armspieren gaan gebruiken. Daarvoor gebruiken we volgende stoel. Zie dat er geen wieltjes onder staan. We zetten de handen van voor de zijkant van de stoel. De benen zijn gestrekt en we gaan door de armen zakken. Hoe dieper dat je zakt, hoe zwaarder dat je het voor jezelf maakt. Dus daar kan je zelf een beetje in variëren. Deze oefeningen mag je zeker een aantal keer per dag herhalen. En probeer ze ook eens een uurtje voor het slapen gaan. En laat ons dan gerust weten hoe goed jij geslapen hebt.